Mijn naam is Sjoerd van Bilzen. Ik leg een vergrootglas op eigenaardigheden van specifieke modellen. Of praat u bij over bijzondere items op een auto. Welkom bij een nieuwe aflevering van Sjoerds Weetjes. Ja, kijk, hier staat hij. De K-Converse Peugeot 308. Geïntroduceerd in de zomer van 21. Maar dan moeten we bijzeggen, toen is die voorgesteld. Want pas eind van het jaar droppelden de eerste exemplaren de grens over bij de showrooms naar binnen toe. En dan leven we nu 2022 aan het begin. En nu komt die volle bak, die komt gewoon binnen. Het is een kersvers model. Fonkelnieuw inclusief, en daar gaat het deze aflevering met Sjoerds Weetjes over, een K-Convers merkwapen voor Peugeot. Ja, die 308 is de allereerste auto die dat nieuwe familielogo mag dragen. Maar weet je dat dit logo, dat daar de basis voor werd gelegd, alweer in 2017. Ja, toen kwam de designafdeling van Peugeot kwam op het idee van ja, misschien is het nu wel weer eens tijd om een nieuw familiewapen te ontwikkelen, te ontwerpen. Ja, en zo geschieden. In samenwerking met de marketingafdeling natuurlijk, hè, want die hebben er ook zeggenschap in, werd er besloten om eens naar dat familiewapen te kijken. Ja, immers, op dat moment was die staande leeuw zoals we die kennen en zoals die daar nog zichtbaar is, maar binnenkort wordt vervangen natuurlijk door deze nieuwe uitgave met die leeuwenkop. Die staande leeuw, die is weliswaar zoals die daar hangt, ja, dateert die uit 2010, maar de basis daarvoor werd al in de jaren 70 gelegd. Toen veranderde het merkwapen ook en vanaf dat moment was er eigenlijk continu een evolutie van ja, modernisering van die beruchte staande leeuw. Overigens een leuke aflevering van Sjoerds Weetjes is over die leeuw zoals je die in die neus van de Peugeot bijvoorbeeld die eerdere 307 kunt herkennen. Ja, dus in 2017 werd de basis gelegd voor het ontwerp van het nieuwe logo zoals we dat hier nu zien. Dan kun je misschien zeggen, ja, maar dat logo heb ik al eerder gezien op een Peugeot model. Dat klopt. En dat was in 2018 op de conceptcar Peugeot E-Legend Concept. Daar werd het logo voor de allereerste keer getoond. Maar wat ik al zei, hè, ze hadden verschillende ontwerpen hadden ze gemaakt. En één daarvan, ja, die zou Peugeot op dat moment, laat ik het anders zeggen, parallel aan de ontwikkeling, aan het ontwerpen van het nieuwe logo, maakte de designafdeling ook een nieuwe conceptcar. En waarom? Nou, met een conceptcar geef je altijd even een kijkje in de toekomst vanuit een fabrikant. En welke twee belangrijke topics waren op dat moment gaande? Dat was elektrificatie in de vorm van volledig elektrische aandrijflijnen en autonoom rijden. En toen dachten ze, Peugeot, dat moeten we ja, tot uiting gaan brengen. We moeten een conceptcar presenteren op de autoshow van Parijs in 2018. Dat is natuurlijk onze thuiswedstrijd, hè? Parijs, hoofdkantoor van Peugeot zit in Parijs. Dus daar moeten we flink uitpakken. En zo maakte de designafdeling van Peugeot maakte een in mijn ogen fabelachtige conceptcar in de vorm. Een moderne variant van die beruchte, mooie, schitterende Pininfarina 504 Coupé. Ja, en waarom kozen ze juist voor dat design? Nou, ten eerste, het was iets meer dan één jaar voordat de Peugeot 504 Coupé exact 50 jaar bestond. Dus dat was een mooie aangelegenheid om jezelf op een hele fraaie, leuke verjaardagscadeautje te trakteren. Aan de andere kant zeiden ze, ja, autonoom rijden. Er zijn heel veel mensen die zijn tegen autonoom rijden, want het ontneemt je de emotie van het autorijden. Dus als ze een heel mooi model brengen met een hele emotionele waarde, dan zullen mensen ook zeggen van, hey, ja, autonoom rijden kan toch leuk zijn. Dus vandaar dat ze kozen juist voor die klassieke lijnvoering en een hele moderne lijnvoering voor dat studiemodel. Ja, elektrische aandrijflijnen had die auto natuurlijk ook, maar ja, dat zit onderuit, dat kun je nauwelijks tot uiting brengen in het ontwerp. Nou, die twee boodschappen, die moest die conceptcar dus uitdragen. Ja, en wat ik zei, die projecten van het nieuwe merkwapen plus de nieuwe conceptcar, die liepen parallel aan elkaar. En toen gingen ze kijken, oké, als we dan toch met die auto een blik in de toekomst werpen, dan kunnen we ook alvast gaan testen hoe reageert de markt, het publiek nou juist op het nieuwe familiewapen dat wij voor ogen hebben met Peugeot. Zo beredeneerde de marketingafdeling en de designafdeling juist. En vandaar
dat ze hebben gekeken naar alle voorstellen die er lagen en daar hebben ze er één uitgekozen. En wij hebben natuurlijk maar één merkwapen gezien en die zat op die Peugeot e-Legend. Wij waren er enthousiast over, maar wij niet alleen. Ja, alle bezoekers van de autoshow van Parijs, plus nog eens een keer de onderzoeken waarin ze hebben gekeken naar wat heeft de media geschreven over het nieuwe familiewapen. Hoe is de markt, hoe heeft de markt daar weer op gereageerd? Heeft Peugeot gelijk doen besluiten om dat merklogo op, ja gewoon te adopteren. Om dat juist te gaan voeren voor heel hun dealernetwerk, voor heel hun uitingen, voor heel hun reclamecampagnes, maar ook voor hun modellen gamma. Maar ja, dat was 2018 wat ik al zei. Hè? En toen waren ze al 18 maanden met dat logo bezig. En vervolgens duurde het nog eens een keer 18 maanden. Voordat we het dan eindelijk op een auto te zien kregen. En dat was dus deze Peugeot 308. Die dus maanden verscheen nadat Peugeot had aangekondigd om met dat nieuwe familiewapen te komen. Maar waarom duurt dat nou zo lang? Het is toch heel makkelijk om gelijk even een fabriek in werking te stellen, een logo te maken en dat op al die auto's te plakken. Dat is heel makkelijk. En je ziet dat Kia bijvoorbeeld dat heeft gedaan. Die hebben dat ronde, ovale logo hebben ze gelijk afgehaald en dat woord Kia voor op die auto's geplakt. Ja, het is heel makkelijk door te voeren. En als je dan goed kijkt naar die commercials van Kia, dan zie je ook dat er in kleine lettertjes staat. Want in die commercials zie je natuurlijk de allernieuwste modellen. Staat met hele kleine lettertjes dat Kia kan niet garanderen welk logo je op de auto krijgt die bij de dealer staat. Want je hebt natuurlijk voorraadauto's. Nou, bij PSA Peugeot hebben ze er gewoon duidelijk voor gekozen om dat logo in één keer op een nieuw model te introduceren. Want daarmee introduceer je dat logo niet alleen op het nieuwe model, maar je kunt het ook doorvoeren op meerdere plekken in die auto. En krijg je dus niet een onderscheid dat hier een Peugeot 308 staat die fonkelnieuw is, met een oud staand Peugeot leeuw logo, in plaats van dat allernieuwste logo. Plus, dat logo moet je op meerdere plaatsen in de auto moet je dat doorvoeren. Dus er moeten nieuwe stuurwielen moeten er komen. Nou, dan is het makkelijker om daar één stuurwiel van te maken met één en hetzelfde logo. Zoals je daar op het hart van het stuurwiel ziet. Waar natuurlijk die airbag lekker rustig, niet actief is. Maar lekker non-actief vooralsnog eens. Maar kijk eens, dat geldt natuurlijk ook voor die sleutel. Ja, want die sleutel moet natuurlijk wel matching zijn bij de auto. Dat logo moet gewoon overal terugkomen, zoals je dat ook op die hele kleine wieldopjes ziet. Ja, als we dan even heel snel gaan tellen hoeveel logo's dat we hier op deze auto zien. We hebben er natuurlijk 4 op de wielen. We hebben er eentje op de voorzijde, we hebben er eentje op de achterzijde. En dan staat die hier in die wat dikkere GT-specificatie. En dan krijg je op die GT een extra logo. Ik moet het in meervoud zeggen, want je krijgt er 2. À la een Ferrari krijg je dus ook een merkwapen hier op de flank. Leuk detail. Ja, wat ik al zei, alleen Ferrari heeft het verder op zo'n rode kleur zoals die hier staat. Waarom is nou gekozen voor die leeuwenkop in plaats van die volledige leeuw? Bij Peugeot zeiden ze, ja, die leeuwenkop die straalt wat meer kracht uit. Je kunt hem wat scherper maken qua lijnvoering. Bovendien, hij is al eerder gebruikt. De allereerste Peugeots, en dan hebben we het alweer over, wat is het, een jaartje of 120 geleden, die hadden ook al als merkwapen zo'n leeuwenkop. Als je naar een hele oude, bijvoorbeeld een Peugeot 201 gaat kijken, dan zie je op die neus, zie je zo die leeuwenkop zitten. Niet het lichaam van die leeuw, zoals je daarboven ziet. Nee, alleen die leeuwenkop. Want die leeuwenkop die straalt meer kracht uit dan die volledige staande leeuw. En vooral ja, dat logo wat tot voor kort werd gebruikt. Wat dus nog steeds op een 208 of op een 308. Sorry, op een 3008 wordt gebruikt. Overigens, dat mag ik helemaal niet zeggen, 3008. Daar ga ik een andere aflevering van Shoot Switch van maken. Op een 3008 wordt gebruikt. Ja, dat is nogal een beetje flats. Een beetje, ja, niet zo krachtig. Zoals die leeuwenkop nu is.